Als je de dag van vandaag een MacBook koopt, dan moet je eigenlijk al meteen een paar keuzes maken. Een beetje verleidbaar met als je een BMW koopt. De vanafprijs is relatief goed. Allee, is eigenlijk verleidbaar met de markt, maar van zodra dat je dan allerlei opties begint toe te voegen, zoals gps is niet standaard, noem maar op. Airco is zelf vaak niet standaard bij BMW. Even om in de analogie van de auto's te blijven. En dan komen we uiteindelijk uit bij een zeer duur product in vergelijking met de concurrentie. Zo ook bij MacBooks. En een van die dure opties die vorig jaar is, denk ik, in september is er altijd een aankondiging. Dus er komt binnenkort een nieuwe aankondiging. Vorig jaar in september was er denk ik de nieuwe touchbar. En dat is wat je hier ziet. Dus deze computer heeft de touchbar als optie. Eigenlijk als we snel even kijken, dus dit is de MacBook, eigenlijk de kleinste, de 12 inch. Die een klein beetje de MacBook Air, die 13 inch is en ook vrij compact is, maar eigenlijk is de 12 inch nog compacter. En dan hebben ze de MacBook Pro model. Dan heb je die in 13 inch. Hier zie je de 13 inch vanaf 1500 euro. Deze is zonder touchbar. Als je dan gaat kijken naar de MacBook Pro 13 inch, heb je die ook met touchbar. Dus, dit is de versie met touchbar En betaal je al 500 euro meer, dus 2000 euro. Gewoon. Oké, okay, niet alleen voor die Touchbar, maar wel om die, de goedkoopste met die Touchbar is het al 2000 euro. En dan de 15 inch is 2800 euro vanaf. Natuurlijk, als je die 13 inch vergelijkt, zal er tussen deze van 1500 euro en 2000 euro meer verschillen zitten dan alleen die Touchbar. Dus die prijs is ook op andere vlakken wel te verantwoorden, maar toch, die Touchbar is een vrij dure optie. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik heb die computer al een tijdje in gebruik, niet, uh, van, nog geen jaar, nog niet van uh, als die uitkwam. Zolang heb ik die nog niet. Maar uh, eigenlijk is uh, wat dat je kan doen met die touchbar vrij teleurstellend. Eigenlijk het grootste nadeel van die touchbar is dat de Skype key, dus dat is die knop hier, was vroeger een hardware button, was echt een knop zoals deze, zit nu daar. En Skype is iets wat hij vrij veel nodig hebt, dus dat is vrij irritant dat dat daar zit. Nu dat went wel. Het andere is als je hier gaat kijken naar die knoppen, eigenlijk als ik deze hier vergroot, dan zijn dat alle knoppen die je vroeger ook als echte hardware-buttons, dus echte knoppen zoals hier, die toetsen hier, op een keyboard had. En die dus vervangen zijn door die touchbar. Dus een aantal van die knoppen zijn niet meer vlot bereikbaar. Het enige waar... ja, als je dan, natuurlijk, dat is context-ware beter. Dus afhankelijk van in welke app dat je bevindt, zal, de, zal hetgeen dat op die. Touchbar te zien is veranderen. Nu Als we gaan kijken bijvoorbeeld in Chrome, heb je hier gewoon de search or type URL. Als je daarop klikt, komt er gewoon hier bovenaan. Ja, je kunt dat nu niet zien, maar wordt dat geselecteerd. Dat kun je ook met uh, een toetsencombinatie. Hier kun je een, uh, een favoriet gaan instellen, bijvoorbeeld. Maar dat heb je weinig meerwaarden allemaal. Het enige als je een video afspeelt, bijvoorbeeld, of muziek afspeelt. Laten we hier heel snel even een preview, preview deze gaan bekijken, bijvoorbeeld. Ik zal mijn geluid even uitzetten. Dan zie je, en dat is wel een handige feature, dat je hier zo een scrollbar krijgt waarmee dat je dus in de tijd van de video. En er wordt zelf een indicatie van tijd wordt er gegeven bij je vinger als je erover scrolt. Dus dat is een super handige feature. Dat is een van de beste features van die touchbar die ik tot nu toe al gevonden heb. En een klein beetje vergelijkbaar. Als je dan hier um, het geluid, het volume van het geluid gaat aanpassen. Dus vroeger had je steller en luider. Moest je de knop verschillende keren gebruiken. Dat is hoe het vroeger werkte. Maar vandaag kun je dus, als je hier deze optie gebruikt, heb je ook zo'n slider. Waarmee je het, het geluid gemakkelijk steller en luider kunt zetten. Dus dat zijn, denk ik, de handigste implementaties de dag van vandaag. Nu, ik weet, er zijn apps beschikbaar waarmee dat je die... Voor, waar, waarmee dat je eigenlijk die touchbar van meerdere apps kunt gebruiken. Ik heb al eens opgezocht of dat je eigenlijk op dit moment in Lightroom er iets mee kunt doen, maar ik denk het eigenlijk niet. En ik zie wel dat je in Photoshop een aantal functies hebt. Dus hier staat er wat uitleg over wat dat je in Photoshop al kunt doen met die touchbar. Maar zelfs dat is eigenlijk nog vrij beperkt. Want als we dan gaan kijken naar die slider van daarnet. dan kan ik mij voorstellen dat dat een killer feature zou moeten zijn. Voor bijvoorbeeld Lightroom, waar je kunt de belichting gaan aanpassen. Een beetje vergelijkbaar met die MIDI-controller die ik gebruik, daar heb je sliders op. Dan zou je zo perfect sliders kunnen gebruiken om in Lightroom je foto correct te gaan belichten. Ik weet dat er verschillende apps beschikbaar zijn, al waarmee je eigenlijk die touchbar kunt gebruiken, op een andere manier waarmee je apps kunt koppelen aan bepaalde functionaliteiten enzovoort. Maar ik heb nog geen weet van hoe je plugin of iets dergelijks voor Lightroom Ik zal er eens achteraan gaan, want zodra ik meer weet, maak ik zeker nog een vervolgvideo. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende!